Theo Franke en via oppositielid die lid van zich horen op de Israëlische televisie terwijl u nog in het land zelf aanwezig was. Our prime minister is in your country to say how you have to behave better or how you're committing war crimes. But our prime minister is doing nothing when we talk about the anti-Semitic Jew hate we see every single day on the streets of Brussels, on the streets of Belgium. Nobody gets arrested. The police is not doing anything, and that's something that is very fun to criticism in Belgian society. And the prime minister is really eager to have a lot of Arab votes in Belgium. So they're really pro-Palestine and 100% anti-Israel. And when the prime minister now is trying to engage for an international career to go to your country to give your lessons, how you have to behave and what you have to do, for me, it's like the drop in the emmer who's totally full. Ja, ik zie u de hele tijd neeklikken. Wat is de eerste keer dat u het filmpje echt... Ja, het is de eerste keer dat ik het zie. En mijn algemene reactie is... ik zie hier iemand die te veel als politicus reageert. Terwijl dit misschien een moment is waar je als mens moet reageren. Waar je durft te zeggen... Elke burgerdode is er één te veel. Ik hoop dat je op een moment als dit een politicus mag zijn... En niet iemand die, zoals Theo Franken, alles bekijkt en ben je hier nu bezig met stemmen te winnen of niet. Zijn we nu op dit moment bezig met stemmen te winnen? En ten tweede, factueel, wat hij zegt, is gewoon onjuist. Wij treden op tegen antisemitisme en onze politie heeft dat gedaan. Die zelfs online sporen wij mensen op, gaan naar hun deur en treden wij op. Dus wat hij zegt is factueel gewoon onjuist. Is dat ook schadelijk? Of zegt u dat hij maar doet wat hij doet? Ik denk dat het vooral schadelijk voor hem is. Ja,